Diwali, het schitterende festival van licht en hoop, verlicht harten en verenigt gemeenschappen in een viering van overwinning over duisternis. Dit zegt Aniel Manouret, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, KUS, in gesprek met onze redactie. Manouret omschrijft Diwali als het festival van licht. Het belichaamt het belang van vrede en liefde door het vieren van de overwinning van het goede over het kwaad en het versterken van onderlinge banden in een sfeer van harmonie en genegenheid. Deze boodschap is belangrijk voor elke Surinamer voor het maken van een beter Suriname, meent de KUS-voorzitter. Als we dat samen proberen te doen, denken we zeker dat we in de toekomst zeker ergens zullen zijn waarop de wereld zeker u gaat kunnen zeggen. Begrijpt u? Dus laten we onszelf verlichten. Laten we het innerlijke van ons schoon houden. U mag van welke godsdienst ook dan zijn. Laten we zondag allemaal een kaarsje aansteken. Laten we Suriname helemaal verlichten. Waar u ook woont, pak een kaarsje en op uw manier... Wie gelooft, bid tot de Almachtige en maak een kaarsje aan. Laat Suriname helemaal verlicht worden en we gaan zeker goede tijden tegemoet gaan. De KUS-voorzitter voegde eraan toe dat de Diwali universele waarden van verdraagzaamheid en saamhorigheid bevordert, waarbij vrede en liefde centraal staan in het streven naar een betere wereld. Voor het begrijpen van het belang hiervan is het daarom zaak van jongs af aan de leer over cultuur op gang te brengen. Cultuur moet meer gepromoot worden. Mensen moeten hun cultuur beter leren kennen. Ik heb een paar keer in interviews al gezegd dat we eigenlijk van de lagere schoolbanken al moeten beginnen om het cultuur te kunnen leren. In de kleuterklas moet u al aan iedereen proberen te leren van wie zijn wij. Wij zijn van een Hindoestaanse cultuurgroep of een inheemse cultuurgroep. Daar moeten we dat, die verscheidenheid die er is, daar beginnen te leren. En wanneer de kinderen wat ouder worden, begrijpen ze ook elkaar. Dan weten ze dat ook. Manouret besloot met de oproep te blijven werken aan het maken van een inclusiever Suriname. Meer hierover morgen in ons programma in gesprek met om 9 uur 's avonds op kanaal 12.1.